Oost-Holland Sport nabeschouwing. Ja, en dat gaat over een berichtje wat op Twitter verscheen. Want op maandag 24 mei, een poosje geleden, stuurde Mike Gerts als coach van het jeugdelftal onder de 17 jaar een tweetwereld in waarin hij vertelt dat hij niet begreep waarom het team geen divisievoetbal mag spelen. Nou, uiteraard was dat voor ons een reden om eens contact met hem op te nemen. Mike, we hebben nu aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat was eigenlijk de reden een beetje van die wat, boos kun je het eigenlijk niet noemen, maar wat verontwaardigde tweet? Ja, inderdaad. Ja, niet boos, maar inderdaad verontwaardigd, omdat... we krijgen volgend jaar behoorlijk goede lichting in onder 17. Mm-hmm. En ik vind het heel belangrijk dat die jongens op het niveau spelen wat ze aankunnen. En twee jaar geleden zaten we met dit team in de hoofdklasse. En dus daar zijn we toen kampioen geworden. Dus ja, dat is voor mij iets voor die jongens. Ja, als die divisie kunnen spelen, moeten ze dat gewoon kunnen spelen. En dat heb ik bij de KNVB aangedragen met wat argumenten. Alleen, dat wordt hem dus niet, en helaas. Ja. Je zijn gepromoveerd al een keer die hoofdklasse, of tenminste kampioen geworden. Is dat niet automatisch een soort van promotie dan naar de divisie toe? Ook al zit je dan misschien in een lager jaartal? Nee, ja, het is dus zo dat als jij zeg maar kampioen wordt in de hoofdklasse, dan kan het team wat zeg maar volgend jaar dan destijds in de onder 15 komt, die kunnen dan de divisie gaan spelen. Alleen ja, dat is een nieuwe lichting. En wij hebben natuurlijk niet bijvoorbeeld zoals Schalke een grote vereniging. Wij hebben een wat kleinere vereniging. Ja. Dus de lichtingen, daar zit nogal niveauverschil in. Dat zou dus betekenen eigenlijk, als jij een hele goede lichting hebt, dat je nooit het hoogste niveau kunt spelen. Ja. En dat vind ik onverstandig. En ik denk juist, als wij jongens willen op goed niveau, En die ook stappen blijven maken, dan zul je ze ook moeten blijven uitdagen. Ja. En goed, die vrijheid moet de KNVB denk ik ook een beetje bieden aan de clubs. En het vertrouwen hebben dat eerlijk gebeurt. Ja. Maar ja, helaas willen ze daar dus niet aan meewerken, helaas. Ja, want je zou ook kunnen zeggen van het wordt wel een poosje gevolgd. Dus ze weten dan dat het niveau aan zouden kunnen. En dan is het toch inderdaad niet zo dat het verder gaat. Ja, helaas niet. Ze zeggen van wij kunnen niet terugkijken op dit seizoen, omdat het... Het corona-jaar hebben het seizoen niet kunnen afmaken. Mm-hmm. Maar goed, ja, dat is eigenlijk totaal niet aan de orde. Het gaat erom dat deze groep... Ik zei ook van, kijk twee jaar geleden terug. Dan kun je het ook zien, weet je wel. We komen niet zomaar met iets. Ja. En verder wil ik er ook geen gigantisch punt van maken. Alleen ik vind het gewoon heel jammer dat ze daar niet in mee willen denken. Laat ik het zo zeggen. Ja, wat vond het team daar zelf van? Nee, die jongens willen dat. Ja, die vonden het wel jammer. Die willen heel graag divisie spelen. En weet je, die worden elk jaar worden zij kampioen. Ja, wat word je daar veel beter van? Uiteindelijk train je, noem maar op. Maar die jongens moeten ook uitgedaagd worden. En kampioen worden is leuk, maar als je het elk jaar wordt... Verliezen hoort er ook bij, hè? Ja, dat is waar. En over uitdagen gesproken, het is ook je zei het al, een coronajaar geweest. Hoe heb je dat team een beetje bij elkaar kunnen houden in dat jaar? Nou ja, het is dus... Wij hebben afgelopen seizoen hebben we veel getraind. En dus de opkomst was ook eigenlijk altijd wel hoog. Dus dat is eigenlijk heel mooi. En hoe hebben we het een beetje... We hebben een onder 19 elftal. Daar hebben we veel oefenwedstrijden tegen gespeeld. Mm-hmm. Dus dat je nog een beetje gevoel hebt dat je toch een wedstrijd speelt. Uiteindelijk doe je het daarvoor natuurlijk. Ja, en het schiet mij ook even zo in de gedachte. Het is ook voor de jeugd natuurlijk een heel beroerd jaar geweest. Geen mogelijkheid om uit te gaan, om wat dan ook. Hebben jullie daar nog op een of andere manier rekening mee gehouden? Dat het wat lastig is voor die gasten momenteel. Ja, zeker. Ja, dus ik heb tegen de jongens gezegd, donderdag wil ik dat je komt trainen. Als je dinsdag even geen zin hebt, wat ook, dan snap ik dat. Weet je, dan hoef ik ook geen reden te weten. Blijf je lekker thuis. Mm-hmm. Maar eigenlijk komen ze continu trainen. Want ja, ze zitten veel thuis, omdat ze niet naar school kunnen. En dan vinden ze toch wel lekker dat ze even een uitlaatklep hebben, weet je wel. En dat ze toch even lekker kunnen trainen. Dus dat hebben ze kunnen bieden. Maar ja, heel veel meer kunnen we ze ook niet aanreiken. Nee, Mike. En op het moment dat je die promotie wilt eigenlijk, is het in de divisieafdeling niet zo dat dan een ander team moet degraderen? Want ik weet in de hoofdklasse en de klasse eronder, klopt, kun je jaarlijks gewoon switchen als je een mindere lichting hebt of juist een betere lichting hebt. Ja, nee, dat klopt. Dat hebben ze ook gezegd. Mocht er een team bijvoorbeeld in de winterstop eruit willen, dan kunnen wij daarin. Ja. Maar het verschil tussen hoofdklasse en divisievoetbal is dat je met divisie speelt een heel seizoen. Mm-hmm. En met hoofdklasse is een half seizoen. Half seizoen. Dus dan stap je eigenlijk in de helft in. Ja, het is veel minder leuk voor die jongens dan. Maar goed. Nee, dat is ook zo. Ja. Want de helft van de wedstrijd kun je gewoon niet meer spelen. Hè? Dus je hebt ook geen fatsoenlijke ranking. Nee, precies. Dus ik denk dat de KNVB zou hierin iets moeten gaan aanpassen. Dat je voor de wat kleinere verenigingen, dat ook die jongens op een niveau kunnen spelen wat ze aankunnen. Ja. En die vrijheid moet je ook een beetje bieden en vertrouwen moet je een beetje hebben in de clubs. Dat eerlijk gebeurt, dat oprecht is. Ja, ja goed, weet je, dat is eigenlijk mijn punt. Ben je met je team in het eerste jaar of een tweede jaar, zeg maar, die dan in de divisie wil gaan spelen?
Bijna allemaal tweedejaars. Okay. Dus eentje is eerstejaars en de rest zijn allemaal tweedejaars. Want wat voor niveau en, speelt dan de onder 19? Wat onze onder 19 speelt? Ja, wat voor niveau spelen die dan? Die spelen eerste klas. Die spelen eerste klas. Dus daar zit wel een niveauverschil tussen. Ja. Ja. Maar goed, dat is dan weer het voordeel. Dat je, nou, als je dus nu dit seizoen, of het komende seizoen zeg maar, dan speelt in de hoofdklasse. Dat je dan wel ook in de hoofdklasse lekker kan blijven ballen. Hè? Ja, ja, je kan sowieso vrij inschrijven, hè, tot en met hoofdklasse. Ja. Dus op zich is dat is prima. En ja, bij ons is het gewoon het niveauverschil tussen. Dus de lichtingen is behoorlijk groot. En dus ja, dat is eigenlijk een beetje de reden. Ja. Ja. Jij heeft ook de technische commissie of de jeugdcommissie bij Helios zeg maar, jou ook gesteund in je tweet? Ja, nou wij hebben het technisch hard bij de voetbal. Ja. En daar zit ik dan toevallig ook zelf in. Dus, dus ik probeer dat. Dus het wordt wel gesteund, ja. Ja, dit is natuurlijk wel belangrijk. Want de club staat er wel in. Ja, maar uiteindelijk geef je een mening, zeg ik altijd. En ik denk dat in die mening ook wel een stukje teleurstelling zat natuurlijk. Opgekropt. Ja. Dat je dat graag wilde laten weten door die tweet te plaatsen. En ik snap hem hoor, want uiteindelijk wil jij, jouw spelers, wat bijleren. En je hebt nu eigenlijk het idee dat als ze onder hun niveau gaan spelen, dat alleen maar teleurstelling kan geven. Precies. Ja. En dat is de enige reden. Weet je, ik doe het niet voor mezelf. Kijk, het is hartstikke leuk. Volgend jaar dan, waarschijnlijk zullen we dan wel weer kampioen worden. En dat is ook, in de hoofdklasse is dat ook een mooi niveau, daar niet van. Ja. En, maar ik wil juist dat ze uitgedaagd worden. En niet alleen op trainingen met elkaar, maar ook in wedstrijden. Hè. Dat ze het moeilijk hebben, dat ze ergens tegenop moeten boksen. En dat had ik 2 jaar geleden hadden we dat niet. Dat ging zo makkelijk. Dan denk ik, ja. En als we dat nu weer hebben, dat zou eigenlijk jammer zijn. Maar goed, het is wat het is. Dus, ja, en over uitdagingen gesproken, ga je ook nog de Regio Cup spelen? Ja. Want er toch wat hier daar wat weerstand tegen was? Jongens toch nog wel veel zin in. Dus, dus wij doen dat met de oude teams. Met de oude teams gewoon door. En misschien is het een tip als je bekend bent met een aantal divisieteams, om dan bijvoorbeeld door de week eens een keer te gaan oefenen, zeg maar, bij regelmaat. 1 keer in de 2 of 1 keer in de 3 weken. Dat je toch een klein beetje feeling houdt met dat niveau. Maar precies. Dat doen we ook. Extra. Dat hebben we 2 jaar geleden ook gedaan. Dus dan hebben we af en toe een keer een oefenwedstrijd van direct Excelsior 31 of wat dan ook. Ja. En dan hebben ze toch wat meer uitdaging ook in de door de weekse klopt. Ja. Mm-hmm. Nou goed, dank voor je bijdrage. Succes toch. Hij zat op de boot geloof ik nu op dit moment, hè? Geniet ervan. Ja, ik zit nu. Ik ben net van de boot af. Nu zitten we op de camping. Dus, geniet nog even van. Dankjewel. Komt helemaal goed. Dankjewel. Mike Gersen van Helios. Okay. Fijne dag. Ja, oké. Okay, succes met de uitzending. Hoi. Ja.